De vooruitstrevende hervormingspartij VHP is klaar om het land over te nemen. Dit is zaterdag tijdens haar openjari bijeenkomst door meerdere toppers van de partij benadrukt. Honderden mensen trokken vanuit verschillende delen van het land naar het partijcentrum De Olifant. Nagenoeg alle sprekers hebben het accent gelegd op misstappen die de huidige regering heeft gemaakt. Onder meer corruptie en een slecht financieel beleid zijn in de mond genomen door de sprekers. Ze menen daarom dat president Desi Bouterse snel plaats moet maken voor de VHP, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van Suriname. Voorzitter Chandrika Persat Santokhi heeft in dat kader het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan van de VHP in ontvangst genomen van Riad Noor Mohammed en Stanley Raghubar Singh. Volgens hem is er bij de samenstelling van deze twee stukken de mening en wensen van de totale samenleving meegenomen. We hebben onze visie uitgewerkt bij de documenten en dat gaan wij duurzaam ontwikkelen. Het verkiezingsprogramma is vanaf vandaag beschikbaar voor elke Surinamer. Het wederopbouwplan, dat gaan we stapsgewijs uitvoeren. Direct na 25 mei, uiteraard gaan we dat doen met onze partners die gelijkgerecht denken als de VHP. Mijn mensen, laat ik toch een beetje inhoudelijk ingaan op beide documenten. Verkiezingsprogramma en een wederopbouwplan. Er zijn een paar belangrijke uitgangspunten die daarin verwerkt zijn. En ik ga een paar voor u opnoemen. Eén is namelijk, als je wil groeien en bloeien, daar moet er vertrouwen zijn. Vertrouwen dat op dit moment zoek is. VHP brengt vertrouwen terug bij de Surinaamse samenleving. Om te kunnen groeien en bloeien, moeten we een eind maken aan het corruptiebeleid en het financieel mismanagement wat er nu gaande is. Tijdens de manifestatie zijn ook de aspirantkandidaten gepresenteerd aan het publiek. Opvallend is dat de partij dit jaar in alle districten kandidaten heeft gesteld. Santokhi meent dat hiermee de partij het totale volk achter zich zal krijgen. Vorig jaar hadden we een target gesteld van 10.000 en we hebben 23, dat doet 13.000 gehaald. Ik kan je nu afzeggen, vandaag 23.000, dat is de maand januari. Februari gaan we naar 35.000, maart gaan we naar 55.000. April gaan we naar 80.000, 25 mei, alle Surinamers achter de VHP. VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi, zaterdag tijdens de Opoyari-volksmanifestatie van de partij in De Olifant. Hij meent dat de partij klaar is om het land over te nemen.